Hey, welkom bij Beweeg met Bart. We gaan vandaag opnieuw een toegankelijke training doen. Het is vandaag maandag, de eerste dag na de paasvakantie in Vlaanderen. Ik heb zelf drie kleine kinderen die nog in een lagere school zitten. En ik werk zelf ook op een middelbare school. Dus voor mij is dit opnieuw een werkdag. Misschien ben jij niet meer echt bezig met die schoolvakanties, maar misschien heb je zelf ook kleinkinderen. En dan moeten zij misschien ook opnieuw naar school en moet je ze misschien straks gaan afhalen aan de schoolpoort. Misschien ben je Nederlander, want er zijn meer en meer Nederlanders die meedoen met de oefeningen. En ik weet dat jullie geen vakantie hebben gehad. Jullie moeten nog een tweetal weekjes, geloof ik, wachten. En dan komt de meivakantie eraan. Dus laat gerust even weten hoe jouw periode vakantie is geweest. Of je iets leuks hebt gedaan in die periode. Wij gaan een training doen voor onze spieren wat gezonder en sterker te houden. Heel belangrijk om dat elke dag te doen. Dat je gezond kan blijven en goed kan blijven bewegen. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag twee flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de video van vandaag heb je weer iets extra nodig en dat is een trapje. Als je zo geen trapje bij de hand hebt, pauzeer dan even de video. Ga naar je eigen trap. Als het op je smartphone is, is dat perfect mogelijk. Maar we gaan alvast beginnen met een korte opwarming. En daarbij ga je rustig de knieën even heffen. En je gaat altijd met het andere hand de knie tikken. Je mag elke oefening trager doen dan dat ik ze doe. Maar je mag ze ook gerust even snel doen. Dan ben je volledig vrij. Heel goed. Probeer goed je balans te houden. Als je die knieën heft, je hoeft ze ook niet even hoog te heffen dan ik. Rustig aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Dan gaan we onze stoelen bijnemen, op de stoel gaan zitten en dan gaan we telkens van die stoel rechtkomen in een squat. Handen op naar voren brengen, recht staan, volledig uitdrukken en gaan zitten. Ja. Als je dit moeilijker wil maken, dan kan je ook niet volledig gaan zitten op de stoel. Gewoon contact maken met de stoel en dan terug rechtop komen. Maar je mag ook perfect even gaan zitten. En dan rechtop komen. Als je recht komt, even die heup volledig naar voren drukken. Heel goed. Je doet het super. Voilà. We doen dit nog 15 seconden. Heel goed. Heel goed. Nog 3 keer. En nog 1 keer recht en dan mag je blijven recht staan. Heel goed, je doet het super. Dan gaan we een achterwaartse lunge doen. Een lunge voorwaarts was een uitvalspas waarbij je even naar beneden ging. Maar nu gaan we dit achterwaarts doen. Dus je gaat een achterwaartse stap nemen. Zoek steun bij een muur of bij een stoel. Je neemt een achterwaartse stap, niet te groot. Je gaat even door de knieën en je komt terug naar voren. Hetzelfde been, stap terug achterwaarts dan. Even door de knieën. Heel goed. Neem een comfortabele stap. Hij hoeft niet te groot te zijn. Als je groter kan, mag het. Even zakken en terug. En we stappen elke keer terug met hetzelfde been naar voren. En we doen er nog 2 bij. Eentje. En dan gaan we wisselen van kant. Ja, dus ik ga mij verplaatsen naar de andere kant van mijn stoel. Je moet goed kunnen zien. En dan ga ik met mijn linkervoet naar beneden. Ik steun dus met mijn hand op de stoel. Zodanig dat ik evenwicht heb. En mij een klein beetje kan opdrukken. Achterwaarts stappen. Een beetje door de knieën. En terug. Als je dieper kan gaan, mag je dieper gaan. Kom. Je doet het fantastisch. Heel goed.
Heel goed. We doen er nog drie bij. Heel goed. En eentje. En rust. Oké. Dan neem je terug even steun bij een stoel of bij de muur. En dan gaan we op onze tenen staan. En dan traag laten zakken. Ja. We gaan omhoog. Even houden. En dan laten we ons 1, 2, 3 traag zakken. Omhoog. 1, 2, 3. En traag zakken. Omhoog. En traag zakken. Heel goed. Fantastisch bezig. Omhoog. En we zakken traag. Heel goed. Kom aan, hou dit vol. Je voelt het al in de kuiten waarschijnlijk. Ja. We gaan nog twee keer omhoog. 3, 2, 1. En de laatste. 3, 2, 1. Oké, heel goed. Super. We gaan nu het trapje erbij nemen. Met dat trapje ga je dus één been erop zetten. Jezelf omhoog duwen. En dan laten zakken. Omhoog. En laten zakken. Elke keer hetzelfde been. Staat op het trapje. Je duwt jezelf op. En je laat je zakken tot je andere been op de grond is. Je mag ook een hoger trapje gebruiken. Als je dat wil. Als je zegt, ik heb sterke benen. Ik kan dit met een hoger trapje doen. Maar een laag trapje, zelfs lager dan dit, is perfect mogelijk. En daarmee maak je je benen sterker. Goed. Zorg dat je goed je balans houdt. Dus zoek steun bij een muur. Eventueel bij een stoel. We gaan nog drie keer omhoog. Nog twee keer omhoog. Laatste keer omhoog. En rust. Andere voet gaat op het trapje dan. Ja. Bij mij is dat rechts. Jij kiest natuurlijk zelf. En ik ga omhoog. En ik zak. Omhoog en zak. Als je aan de trap van je huis staat, kan je ook de leuning natuurlijk vastgrijpen. Dan ben je zeker stabiel. Heel goed. Heel goed. We doen er nog vier nu. Kom aan. En probeer rustig te zakken. Nog drie. Nog twee. Je mag het ook trager doen dan ik. Of sneller, als je dat zou willen. En rustig. Stap van je trapje af. En dan gaan we steun zoeken bij de stoel. Ja. En deze oefening doen we ook regelmatig. Om de billen te trainen gaan we één been zijwaarts heffen. Zijwaarts heffen. Ja. Zodat je goed stabiel staat. Ga zo hoog als dat je zelf wil. Het hoeft geen pijn te doen. Maar je voelt wel even dat die bil hier aangespannen wordt. Deze oefeningen en ook de volgende die we straks gaan doen, zijn heel belangrijk. En te zwakke bilspieren, de gluteus medius is dat eigenlijk, zijn vaak de oorzaak van rugpijn. Ook bij jonge mensen. En kunnen met dit soort oefeningen vaak verholpen worden. Nog 3, 2, 1 en rust. Dan gaan we naar de andere kant. Ik ga exact hetzelfde doen aan deze kant. Heel goed. Heel goed. Dus combinatie van dit soort oefeningen met wat we gisteren hebben gedaan, de stretching eigenlijk, kan eigenlijk bij heel veel mensen een heel groot effect hebben. Het enige dat je moet doen is het regelmatig herhalen en het volhouden. Je bent fantastisch bezig. Ik voel het al in mijn bilspieren. Jij waarschijnlijk ook. Maar hou het vol.
We doen er nog 4, nog 3, nog 2, nog eentje en rust. Oké, adem even in, adem even uit en dan gaan we een gelijkaardige beweging doen, maar nu gaan we dat achterwaarts doen. Ja, dus je strekt je been achterwaarts uit en je brengt het terug gewoon naast je andere voet. Ja. Je voelt je bil nu achteraan aanspannen. Ook je rugspieren worden hierbij getraind. Je kan ook de handen tegen een muur zetten, als je dat comfortabeler vindt. Heel goed. Kom aan, hou het vol. Je doet het supergoed. Nog 20 seconden. Nog 5 doen we erbij. Nog 4. 3. 2. 1. En rust. Oké. Schud even los. En dan gaan we de andere kant doen. Ja, exact hetzelfde, maar met voor mij de rechtervoet. Jij ziet natuurlijk met welke voet jij gestart bent. Heel goed. Goed. Dus ook deze oefening enorm belangrijk om je bilspier sterk te maken. Super. Nog 3, 2, 1 en rust. Oké. Aan het einde gaan we nog 1 keer squatten. Ja, dat gaan we nu niet doen op de stoel, maar achter de stoel. Als je graag toch achter je een stoel hebt voor de veiligheid, zet gerust de stoel achter je. Ik neem de leuning vast. Ik ga met de rechte rug zitvlak goed naar achter brengen. En dan ga ik zo diep als ik kan. En kom ik terug rechtop. Ja. Zoek steun bij een stoel. Ja. Zodanig dat je goed in balans staat. En we proberen traag te zakken. Ja. En dus die rug mooi recht te houden. Heel goed. En we doen er zo nog 8. Kom maar. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Heel goed, houd vol. Nog 4, nog 3, nog 2, nog eentje. En dit is de laatste. En dan zit het erop. Super goed gewerkt alweer voor vandaag. Proficiat dat je erbij was. Als je nog niet genoeg hebt voor vandaag, klik dan even hier op deze video. Een stretching voor je benen kan ervoor zorgen dat je effectief je beter voelt en bijvoorbeeld minder rugpijn hebt. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren hieronder. Dat helpt ook het kanaal. Dat kost jou helemaal niks, maar daarmee worden de video's aan meer mensen getoond op YouTube. Ik zie jullie heel graag morgen terug. Use it or lose it.